We zijn hier bij de brandweer Zwolle voor de masterclass Safety and Security versus Hospitality. We vinden het belangrijk om de kennis die we hebben te delen. Het is ook goed om relaties van Cranwold en Ros bij elkaar te brengen. Dan kunnen ze ook met elkaar ervaringen delen. En daar leren wij eigenlijk als organisatie zelf ook weer van. Mijn boodschap voor de masterclass is dat beveiliging en hospitality prima samen kunnen gaan. En dat het eigenlijk ook steeds meer tegen elkaar aan gaat zitten. En niet meer onlosmakelijk voor elkaar is. De hospitality en security, hoe kunnen die, de hospitality verbeteren? Want dat is volgens mij de vraag. Met name door heel slim om te gaan met deze innovatie in beveiliging. Om een hele prettige werkomgeving te creëren. Maar ook vooral een veilige werkomgeving die natuurlijk medewerkers willen hebben. De uitdaging is om de veiligheid niet te prevaleren boven de gastvrijheid. De veiligheid moet op de achtergrond stilletjes meedraaien, zodat klanten het gevoel hebben dat ze in een veilige omgeving, in een gastvrije omgeving, verkeren. Mijn boodschap van vandaag, brandveiligheid is een keuze. Ik denk als je bedrijf bent en je doet iets bijzonders, dan moet je dat ook beschermen. En daar kun je dus maatregelen tegen nemen. Als je niet van bewust bent dat de overheid wat niet voor je regelt, dan heb je na een brand een probleem. En juist is de bedoeling dat ze niks van merken. Kijk, als je die mooi kan integreren met de beveiliging ten opzichte van de hospitality, dus mensen merken niks, maar het is wel een heel hoog niveau van beveiliging, dan hebben we ons doel bereikt. Wat ik vandaag hoop aan mensen mee te geven na deze kennissessie, is dat ze gaan nadenken over welke keuzes heb ik gemaakt. Hoe zit het bij mijn bedrijf, maar misschien ook hoe zit het thuis. En ik hoop dat ze dat actief meenemen of nadenken. En dat dat leidt tot bewustere keuzes en uiteindelijk tot een brandveiliger Nederland. Vanuit Cranwold en Ros staan wij voor intelligentie door technologie. En we willen vandaag ook laten zien dat intelligente gebouwen bijdragen aan safety en security.